De stichting Rumas en Tutelivo EcoBricks NV hebben gisteren het bouwproject Bouwgiwan Bittere Tamara gelanceerd. Dit project biedt jongeren die geen baan hebben en niet op school zitten de mogelijkheid te werk te worden gesteld in de bouw. Het gaat om jongeren van 18 tot en met 25 jaar. De start van het bouwproject vond plaats op het Willebrod-Akswijk Sportcentrum middels een sportdag. Uit de jongeren die hebben deelgenomen aan de sportdag zijn 23 geselecteerd die te werk gesteld zullen worden bij Tutelivo EcoBricks NV. Dit bedrijf bouwt budgetwoningen en doorgroeiwoningen. Voordat de jongens aan het werk gaan, zullen zij een technische opleiding volgen. Die wordt verzorgd door de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling. Emmy Hart, voorzitter van Rumas, zegt dat dit project interessant is omdat de jongens direct een werkplek hebben. Rumas heeft 7 jaren lang day and night gewerkt. Deze mevrouw Hart heeft misschien van die 7 jaren 4 jaren niet geslapen. Omdat zij de jeugd wil helpen. Deze mevrouw Hart heeft gestaan en geweten dat er anderen zouden komen om haar te ondersteunen. En ik ben blij met het team. En ik roep het team om achter me te komen staan, want ze weten wanneer het regent, heeft God een bemoeienis met Rumas. Alle mensen die mevrouw Hart ondersteunen, hoe lang hebben jullie die zegen niet gezien? Dit is zegen. Het is een feit dat bij Rumas altijd, al is het droge tijd, dat er altijd regen is om aan te tonen dat de overwinning voor ons is. Dat om aan te tonen dat we Gods werk doen. Om aan te tonen dat wij een change gaan brengen in Suriname. We zijn bezig met de change. En we zijn zo blij. Het is nog niet 100% wat het wezen moet. Maar met meneer Manahing en familie kan we bijna niet slapen. Niet omdat we moesten werken, maar om het te verwerken. Dat er iemand is opgestaan en gezegd, mevrouw Hart, ik wil huizen bouwen. En ik heb gezien dat jullie hard werken. En ik heb jullie uitgekozen om de jongens voor ons te trainen. Gerald Manahing, directeur van Tutelivo EcoBricks NV, zegt dat zijn bedrijf met deze samenwerking zorgt voor duurzame arbeidsplaatsen. Met deze geboden kans zou iedereen in staat moeten zijn om zijn eigen weg, zijn eigen levensweg te volbrengen. Het is een bewuste keuze van ons geweest om met deze groep te werken. Iedereen verdient een tweede kans, zoals mevrouw Hart het al zei. De jeugd is de toekomst van morgen. We zeggen allemaal van de jeugd zijn de bouwstenen van morgen. Wij gaan letterlijk bouwstenen maken. Dus het is eigenlijk precies zoals men bedoelt. Mevrouw Hart heeft ook al gezegd van Tutelivo EcoBricks willen onderscheid maken ten opzichte van de rest van het bedrijfsleven. Gerald Manahing is directeur van Tutelivo EcoBricks NV. Het bedrijf en de stichting Rumas hebben gisteren het bouwproject Bouwgiwan Bittere Tamara gelanceerd.